Reshma Mangre, voorzitter van de BVL en de AALS, heeft vanmorgen samen met studenten Sarah Esseboom en Jill Liao-Kifa een spoedpersconferentie belegd over de huidige situatie op de academische lerarenopleiding ALO. Mangre geeft aan dat er nu acute problemen zijn binnen deze opleiding. De studenten hebben zich tot de BVL gekeerd omdat zij niet bij het IOL terecht kunnen, omdat die er officieel niet meer bestaat. Zij kunnen ook niet naar de leiding van de ALO, omdat die er niet is, zegt Mangre. Je moet nagaan, de tentamens staan voor de deur. 6 januari beginnen de tentamens. De studenten hebben zoveel stof, ze weten niet wat ze moeten doen. Ze leven in een grote onzekerheid. Ze weten niet wat ze met de leerstof moeten doen, ze weten niet wie die docenten zijn. Kortom, een grote ontevredenheid, maar ook een grote onzekerheid. En u begrijpt, als je een paar weken voor het tentamen staat, dan is dat geen gezonde situatie. Bovendien wil ik aangeven dat onze minister van Onderwijs herhaaldelijk heeft aangegeven dat het kind centraal staat. En deze studenten voelen zich nou in de steek gelaten. Want er wordt op geen enkel manier naar ze geluisterd. Ik heb begrepen van de vaste commissie Onderwijs dat de minister een gesprek met ze heeft gehad. En de minister zou hebben aangegeven dat het maar om slechts 20 studenten gaan en slechts 26 docenten gaan die ontevreden zijn. Er is een brief gegaan vanuit de docenten om hun ontevredenheid te uiten en hun misnoegen te uiten en de minister heeft tot op heden nog niet gereageerd. Mangre zegt verder dat ze van de vaste DNA-commissie onderwijs heeft begrepen dat de opleiding doorgaat, wat er ook gebeurt. Dat zou onderwijsminister Ferrier aan de commissie hebben medegedeeld. Ook student Jill Liao-Kifa, die ingaat op enkele heikelpunten van de start van de colleges, komt aan het woord. De minister had gepland dat er op maandbasis, op de laatste woensdag, een overleg zou plaatsvinden tussen de vakbonden. Nou, dat moment is dus voorbij gegaan. Vandaar dat we hebben gezegd, dit kan niet zo blijven. Studenten, een aantal studenten willen hun geld terug. Een aantal studenten weten zitten echt met de handen in het haar. We hadden gisteren zelfs ouders hier om te zeggen, dit kan echt niet. Je kunt het koetkekoet doordrukken, maar wil je met die grote ontevredenheid leven? Dat kan absoluut niet. Dus we hebben gemeend om ook de studenten aan het woord te laten, zodat u ook weet wat er onder die studenten leeft. En om ook na te gaan, gaat het inderdaad om maar 20 studenten die ontevreden zijn. In de media zijn er een aantal berichten verschenen, waarbij er globaal is aangegeven dat we tegen het online systeem zijn. Maar het waarom en de feiten zijn niet op tafel gelegd wat er precies aan de hand speelt. Ik wil dus aangeven wat dus de ware knelpunten zijn van dit systeem die we ondervinden. En ook de afspraken die niet zijn nagekomen, wil ik vandaag aan de orde brengen. Allereerst wil ik gelijk recht trekken dat er wordt gesproken over een groep van 15 tot 20 studenten die alleen tegen het online studieplatform zijn, terwijl dit niet op waarheid berust. Van waar men met de informatie komt, weet ik niet. Maar ik kan u wel bewijzen dat het namelijk gaat om twee appsgroepen. Van 200 plus studenten die tegenstander zijn van deze nieuwe methode van lesgeven. Jill Liao-Kifa, student op de academische lerarenopleiding. En daarvoor Reshma Mangre, voorzitter van de BVL en de AALS. Ze hebben vanmorgen een spoedpersconferentie belegd over de huidige problemen die studenten ondervinden op de academie. De studenten en de vakbondsleider hopen dat de minister zo spoedig mogelijk antwoord geeft op de brief die vandaag naar haar is verzonden.